Lieve kijkers, welkom bij de 2 Minuten Show, de online talkshow waarbij we onze gasten verschillende vragen en dilemma's voorleggen die ze binnen 2 minuten moeten beantwoorden. Vandaag is bij ons de gast, voormalig profvoetballer en het creatieve brein onder natuurlijk 4-3 en ballen, Davy de Zeeuw. Hallo, goedenavond. Fijn dat je er bent, Davy. Zoals je weet, het is vrijdag, weekend staat voor de deur. Hoe ziet jouw ideale weekend eruit? Ik heb een hoop ideale weekenden, maar ik denk in deze tijd gewoon lekker thuis met familie en vrienden. Even hardlopen, een beetje werken, online dingen zoeken en ja, lekker eten. Ik denk dat dat eigenlijk nu wel de lekkerste weekenden zijn. Gewoon lekker relaxed thuis op de bank met de familie en even een rondje hardlopen. Ja, eigenlijk denk ik het wel. Ja. Dat is wel hoe mijn weekend er denk ik uit gaat zien. Nou, dat is hartstikke lekker natuurlijk. Dat had ik ook wel gewild. Lekker elke dag hardlopen, alleen de zin moet ik ergens weghalen. Ja, het is gewoon doen. Op een gegeven moment ging het ook gewoon doen. Voor de corona begon ik met 5 kilometer. En nu loop ik 20 met gemak. Dus het is gewoon even doen, even wennen. Ja, het is gewoon even doorzetten natuurlijk. Ja. Top. Dan gaan we zo beginnen, Davy. Hiernaast beginnen we een klok met aftellen. Die gaat van 5 naar 0. Daarna gaan er 2 minuten in waarin ik je verschillende vragen en dilemma's ga voorleggen. Die ook door de kijkers zijn ingezonden. Dank jullie wel daarvoor trouwens. En probeer ze zo snel mogelijk te beantwoorden. Ja, helemaal goed. Het zijn maar 2 minuutjes, dus er zit wel wat vaart achter. Ja. Kom maar op, ben ik klaar. Dit is goed. Nou, ga er goed voor zitten. Ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan we aftellen. 100% ready? Ja, zeker weten. Komt de eerste vraag. Wat was het eerste wat je van je eigen geld hebt gekocht? Welk geld? Van voetballen of ondernemen? Nee, gewoon je eerste eigen verdiende geld. Zo, ik denk een paar sneakers of zo. Mijn eerste baantje was bij een pizzeria. Ik denk dat ik sneakers kocht. Oké. Is het glas half vol of half leeg? Altijd half vol. Altijd half vol. Ballen of 4-3-3? Kan ik niet kiezen. Beide. Beide. Voetbalcoach of privédetective? Privédetective. Privédetective, oké. Dan komt er een quizvraag. Welke toets vind je op een toetsenbord tussen de E en de T? Ik ga echt niet weten. Nee, zeker weten? De R. De N. Vergeef en vergeet of vergeef en onthoud? Vergeef en onthoud. Oké. Rode loper of groene grasmat? Groene grasmat. Liever verdwalen in de mist of op zee? In de mist. Waar zou je liever een hap uit nemen? Een ui of een citroen? Citroen. Al je geld kwijtraken of al je herinneringen? Alle geld kwijt. Gewild zijn of nodig zijn? Nodig zijn. Oké, dan heb je nog 20 seconden voor de volgende vraag. Noem nog 3 dingen die je nog heel graag een keer in je leven wil doen. Wereldreis maken. Ja. Groot huis kopen in Dubai. Lekker. En trouwen. En trouwen. Dat was hem. Perfect binnen de tijd. De tijd is nu ook op. Ja. Slaag. Ja, het is helemaal tof gegaan natuurlijk. Maar een heel groot huis in Dubai. Hoe zie je dat voor je? Nou, ik ga heel veel naar Dubai op vakantie. En ja, ik vind zo'n huis op de panden lijkt me gewoon heel erg mooi om een keer te hebben. En, ja, het is misschien meer een droom om gewoon te weten dat ik nog heel lang moet werken om die droom te verwezenlijken. En dat houdt me denk ik gewoon op de been. Ik moet iets hebben om naartoe te werken. En als ik weet dat ik dat kan kopen, weet ik dat ik in ieder geval goed werk heb verricht. Dan weet je zeker dat je er extra hard voor hebt gewerkt om dat uiteindelijk het doel te behalen. Ja, dat denk ik wel. Want dat is wel, je moet wel ergens naartoe werken. Tuurlijk, je moet een doel hebben. Ja, zeker weten. Dat maakt alles makkelijk als je een doel hebt. Precies, en als je dat doel hebt behaald, ga je dan ook een nieuw doel voor jezelf zetten? Of denk je van, oké, ik heb dit mooie huis behaald, het is goed zo? Ik weet niet. Ik heb niet echt hele materialistische doelen, maar die doel zet ik meer omdat ik dan gewoon weet dat ik echt alles uit mijn bedrijf heb gehaald. En ja, ik denk gewoon gezond zijn, gelukkig zijn en dat het allerbelangrijkste doel in het leven is. Geld of spullen, dat kan je zo weer weg kwijtraken of... Kan in de brand vliegen, maar ik denk dat familie en vrienden gezond zijn, dat het allerbelangrijkste is. Dat is inderdaad het allerbelangrijkste. Daar ben ik het totaal met je eens natuurlijk.
Maar ja, als ondernemer ben je natuurlijk met heel veel dingen bezig. Met 433 Baller, dus de kleding en het Instagram-account op de voet houden, zeg maar. Dat, niet dat dat moeilijk is, want jullie hebben hartstikke veel volgers natuurlijk. Maar wat geeft jou de energie om dat te kunnen blijven doen? Ik denk gewoon het proces van alles doen. Ik denk dat gewoon het hele proces ernaartoe, dat je ziet dat je aan iets werkt en het komt uit. Of je, ja, het gebeurt zoals je dacht dat het zou gebeuren. Ik denk dat dat het allerleukste is. En op zich gewoon het dagelijks de dingen met een team doen, dat is wel wat eigenlijk mij op de been houdt en waar ik nog steeds heel erg leuk vind om te doen. Nou, dat is gewoon een fantastisch antwoord natuurlijk. That's what keep you ongoing natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat is het belangrijkste. Je moet gewoon elke dag bezig zijn en als je eenmaal gelooft dat het proces heel erg leuk is wat je doet, dan ga je er ook plezier in hebben en haal je ook voldoening uit. Zeker weten, zeker weten. Demi, dan wil ik je bedanken voor het interview. Ja, jij ook bedankt. En dus succes met je show. Sorry? En succes met je show. Dankjewel. Dan wil ik de kijkers bedanken voor het kijken en voor de support natuurlijk. Ga Demi de show volgen op Instagram. Ga ons volgen op Instagram. En dan wil ik nogmaals Demi bedanken. En dan zeg ik tot twee. Ja, bedankt wel.